droom uit laten komen. Ik weet niet precies. Je moet echt gewoon gaan realiseren dat tijd echt niks is. Dat je allemaal niet moet bang zijn of moet hopen naar een toekomst of zo. Want we leven gewoon in het nu. Eigenlijk is er alleen maar nu. Er is geen tijd. Qua minuten die doorslaan. Ik denk mensen die nu wakker zijn. Is toch wel duidelijk dat er geen meer mensen meer wakker gaan worden. Dat we wel... Nou, ik heb gisteren, ik ging pas heel laat mijn bed in, dus, of ik ging eigenlijk pas heel vroeg mijn bed in. Nou, ik heb wel gedroomd, het leek wel of ik licht voelde bij heel veel mensen. Het leek wel alsof mijn licht, alsof ik licht van mij heb gegeven aan hun, een soort van vonkie, waardoor hun licht aanging. Het lijkt echt alsof mijn licht, ja, alsof dat overal was of zo. Het lijkt ook wel een heleboel mensen die niet echt spiritueel zijn, zich wel zo gedragen. Die gaan echt hun masker verliezen. Er gaan vragen aan ze gesteld worden waarbij ze niet het antwoord al klaar hadden, dus er ook niet mee bezig waren. Ja. Is de vibratie, de trilling, het magnetisch veld, het elektromagnetisch veld. Het is gewoon omhoog aan het gaan op aarde. Het is donker, hè? Daar kan daar niet, kan niet op die trilling. Je kan niet liegen op zo'n trilling. Mensen zien dan meteen dat je aan het liegen bent. Als je ook naar de Schumach-resonantie kijkt, op dit heb ik hem zo mooi zei, dan is het ook, als ik nu kijk, een uur geleden was hij volop aan. Ja, wie heeft het gevoeld? Wie ging net als ik meteen kijken van wow, hij staat aan, zal het ook te zien zijn op, de op die grafieken? Je kan nu echt manifesteren en dat kan gewoon. En ja, als je dat onbewust wil doen, dan moet je in je bed liggen. Als je dat bewust wil doen, dan moet je dat mediteren doen. Een heleboel mensen doen dat onbewust in hun bed, in hun dromen. En dat doen ze met alles wat gevuld is door... door de media en de overheid met al hun bangmaak en boosmaak dingen. Als jij daar dan over gaat dromen, kan dat wel allemaal waarheid worden. Wij mensen, wij bepalen hoe de toekomst eruit ziet. Tijd is niks, dus we leven alleen in het nu. Dus als nu een heleboel mensen iets denken, dan kan het energieveld dat aannemen en dan gaan we daar ook heen. Ja, als de massa de boel aan het leiden is, die geleid wordt, dan moet je wel heel erg bewust gaan doen. Dan wil je daar niet meegaan en echt je eigen dromen hebben en je eigen dingen manifesteren. Ik echt hoor, het licht wat nou gewoon in jou zit, dat moet je echt gewoon laten branden, schijnen nu. Mensen moeten echt dat licht zien.
Als mensen jouw licht zien, dan gaan ze ook zoeken naar hun eigen licht. Het is echt. Je moet ons gewoon. Je moet magie uitspreken. Je moet mensen inspireren. Je mag mensen echt niet bang en boos maken. En zoals ik al zei. De mensen gaan echt, bij heel veel mensen gaat het masker afvallen. Het gaat niet lang meer duren. We zijn er eigenlijk al een beetje. Een heleboel mensen hebben niet de theaterweek kunnen volhouden. Die hebben een roltje aangenomen wat ze niet konden blijven uitoefenen. Dat hebben een heleboel mensen gezien. Ja, volgende week zal er wel heel veel onrust komen qua onrecht. Dat mensen achter dingen komen. Dat zal voor heel veel verdeeldheid op het internet. Met de mensen die elkaar volgden. Gaat chaos gaat het in ieder geval worden. Maar ja. Dus laat je licht schijnen. Wees jezelf en doe niet nep.